Welkom bij Nerdcultuur Nieuws. Hier bespreken we elke week al het nerdy nieuws. Ik neem deze aflevering een dagje eerder op dan normaal gesproken. Dus mocht er gisteren nog heel groot nieuws naar buiten zijn gekomen, dan bespreken we dat volgende week gewoon nog. Maar ik heb in ieder geval misschien wel het grootste nieuws van deze week natuurlijk nog wel meegekregen. En dat is de lancering van de teaser trailer van Thor Love and Thunder. En ja, op dit kanaal heeft deze film natuurlijk nu al een speciaal plekje in ons hart, omdat ons logo ook gebaseerd is op het logo van Thor Love and Thunder. En volgens veel mensen is Thor Ragnarok natuurlijk ook gewoon de beste Thor film tot nu toe. En nu is Taika Waititi dus terug met nog een Thor film. En wat gelijk opvalt in deze trailer is dat het nogmaals gewoon echt prachtig geschoten is. En blijkbaar hebben ze dus ook een deel van deze film opgenomen op diezelfde set waar ze de Mandalorian opnemen. En dat verbaast me wel een beetje, want de schaal in deze trailer ziet er nog steeds echt gigantisch uit. Dus misschien hebben ze gewoon wat nieuwe manieren gevonden om die set beter te gebruiken voor wat grotere locaties. En zo. Want sommige van de shots in deze trailer zijn oprecht echt prachtig. En sommige zijn dus ook direct getrokken uit de stripboeken. Maar ja, er vallen dus een aantal dingen op met deze trailer. Als eerste gelijk de muziekkeuze natuurlijk. Want Thor Ragnarok stond echt gelijk aan de Immigrant Song. En in dit geval hebben ze dus Sweet Child of Mine gebruikt. Ik vind het nog steeds gewoon heel goed passen om dat soort klassieke rockmuziek te koppelen aan de hele stijl en sfeer van die nieuwere Thor films. Maar we zien Thor ook in een soort van trainingsmontage waar Rocky nog wat van kan leren. En hij heeft dus eindelijk zijn kilootjes kwijtgeraakt die in Endgame was aangekomen. En ik ben persoonlijk ook een groter fan van Thor met lang haar. Want zo lijkt hij gewoon echt wat meer op een Noorse god. Dus ik ben ook blij om te zien dat dat weer terug is in dit deel. Maar we zien ook een shot van een locatie die lijkt op Mount Olympus. Of in ieder geval te maken heeft met Griekse mythologie dus. Want we zien daar een standbeeld van Zeus. Die dus gespeeld gaat worden door Russell Crowe. Ik denk zeker dat dat een hele toffe toevoeging gaat worden aan deze franchise. En het lijkt er dus ook op dat de Guardians of the Galaxy een grotere rol gaan krijgen in deze film. En ja, de humor tussen Star-Lord en Thor was natuurlijk al geniaal in Infinity War. En ik denk zeker dat daar nog heel veel ruimte voor is in deze film ook. Maar de grote klapper aan het einde is natuurlijk de onthulling van Lady Thor. Die gespeeld wordt door Natalie Portman. En ik moet zeggen dat ik haar niet gelijk herkende als Natalie Portman. Maar ze ziet er wel echt onwijs badass uit. En de film komt dus al in juli uit. En dat is dus eigenlijk ook al sneller dan dat ik in mijn hoofd had. Dus nu snap ik ook wel waarom mensen zo... ja, aan het vragen waren om een trailer. Want de film komt al zo snel uit natuurlijk. Maar ik ben blij dat Marvel ons gewoon echt heeft laten wachten. Want nu kan de hype train beginnen en is de film ook al gewoon om de hoek. Dus dit is sowieso een film waar ik nu heel erg naar uitkijk. Maar dan is er deze week ook een artikel naar buiten gekomen die het heeft gehad over de toekomst van DC en hun filmstudio. Nou ja, ze hebben niet zoals Marvel een aparte studio natuurlijk, maar de DC-hoek van Warner Brothers. Aangezien Warner Brothers nu dus wordt overgenomen door Discovery. En het nieuwe management bij Discovery heeft blijkbaar een aantal ideeën voor de toekomst van DC en die wil ik hier even gaan bespreken, want ze zijn als eerste dus echt dringend op zoek naar een soort van Kevin Feige figuur. Om eerlijk te zijn is dat natuurlijk geen verrassing, want elke studio zou wel een Kevin Feige willen hebben, want er zijn maar weinig producers die echt gewoon zoveel visie hebben als hij. Maar ze willen dus gaan proberen om de toekomst van DC weer wat meer met elkaar te verbinden en ik vond het juist eigenlijk wel tof dat DC nu gewoon per project een beetje zijn eigen ding deed. Maar aan de andere kant het idee dat ze bijvoorbeeld videogames willen koppelen aan de films ook, dat is iets wat best wel tof kan uitpakken. En iets wat Marvel dus ook nog niet gedaan heeft. En een ander idee waar ik het ook zeker mee eens ben, is dat dit management team Superman wil terugbrengen. En gewoon weer volle focus willen leggen op deze legendarische superheld. Want ja, onze Henry Cavill Man of Steel is natuurlijk wel een beetje genaaid tijdens de hele Snyderverse. En iedereen roept al jaren om een Man of Steel 2. En ik hoop dus ook dat het nieuwe management dat project van Superman van Ta-Nehisi Coates gewoon gaat weggooien, want daar heb ik sowieso geen vertrouwen in. Ik wil gewoon een klassieke Kal-El Superman. En ze willen blijkbaar dus ook meer projecten maken zoals de Joker, wat natuurlijk ook geen verrassing is, want die is gewoon voor een laag budget gemaakt en het was een onwijs groot succes. Dus ze willen dat soort spin-off films voor wat meer obscure personages en ik denk zeker dat DC een aantal slechterikken heeft die daar geschikt voor zouden zijn. Maar in de afgelopen week is ook nog wat meer DC nieuws naar buiten gekomen. Zo hebben we wat casting gekregen voor de Wonder Twins, die ook hun eigen film gaan krijgen, volgens mij op HBO Max. En er was dus wel wat ophef over deze casting, want de Wonder Twins zijn in de stripboeken en in de animatieseries meestal wel een soort van Aziatische personages, volgens mij. En in dit geval zijn er dus twee blanke acteurs gecast, maar het zijn wel allebei acteurs waar ik redelijk fan van ben. Want het jongetje van de tweeling gaat gespeeld worden door KJ Apa, die veel mensen natuurlijk kennen als Archie in Riverdale. En zijn zusje gaat dus gespeeld worden door Isabel May, die laatst in 1883 heeft gezeten, wat een spin-off
spin-off is van Yellowstone, maar die ook best wel wat haat over zich heen krijgt, omdat ze ook de hoofdrolspeelster was van Run, Hide, Fight, de film van Ben Shapiro. Ik vind het ergens wel lullig dat mensen dat nog steeds tegen haar gebruiken, want de film was al gemaakt voordat het de bedoeling was dat die uitgegeven zou worden door Daily Wire. En zelfs al zou ze het wel met dat soort politieke ideologie eens zijn, dat zou nog steeds niet moeten betekenen dat ze daardoor niet gecast kan worden ofzo. En dan is er nog een stukje casting naar buiten gekomen voor de Blue Beetle film, want we wisten dus al dat Sharon Stone een slechterik zou gaan spelen, maar nu is dus ook Susan Sarandon toegevoegd. Dus blijkbaar gaat Miguel uit Cobra Kai als de Blue Beetle best wel wat oude vrouwtjes in elkaar moeten slaan, en dat is wel een origineel idee, I guess. Maar Susan Sarandon gaat volgens mij een personage spelen wat ook al in de stripboeken zat, en ik ben er verder dus niet echt mee bekend, maar hopelijk gaat het gewoon goed uitpakken, want ik denk dat Blue Beetle zeker wel potentie heeft. En dan hebben we een hele toffe trailer gekregen deze week voor de nieuwe David Cronenberg film, die wel echt een legendarische meester is van body horror. En deze film ligt dus wel echt precies in dat straatje en die heet Crimes of the Future en blijkbaar speelt dus Kristen Stewart de hoofdrol in deze film. Maar ook Lea Seydoux uit de James Bond film en Viggo Mortensen uit Lord of the Rings natuurlijk, die Aragorn speelde, hebben hoofdrollen in deze film. Deze trailer ziet er gewoon bizar en weird en gewoon fucked up en duister uit en dit is precies gewoon het type film waar ik naar uitkijk. Gewoon een aantal van de shots in deze trailer zijn gewoon zo bizar en duister en weird en ik heb gewoon geen idee wat er nou precies aan de hand is, maar ik ben in ieder geval geïntrigeerd. Ik wil weten wat er aan de hand is. En ik wist dus niet dat deze film dit jaar zou uitkomen, maar volgens mij is die nu ook al niet te ver van ons verwijderd, dus ik ga hem sowieso bespreken tegen de tijd dat die uitkomt. En dan is er een commercial naar buiten gekomen voor de nieuwe Jordan Peele film Nope, die dus ook deze zomer moet gaan uitkomen, dus het lijkt een goede zomer voor horror te worden. Maar in deze commercial hebben ze dus Steph Curry, de basketballer, gebruikt voor deze advertentie en volgens mij is dit wel gewoon puur en alleen opgenomen voor de marketing. Het zou weird zijn als dit in de film zit in ieder geval. Maar je ziet hem dus een beetje basketballen en op een gegeven moment lijkt dus die UFO of dat alien schip aan te komen en hij kijkt naar buiten en hij zegt alleen nope. Dus ja, daarmee kan je wel gelijk het soort van plotlijn van de film doorkrijgen. In ieder geval, dat zijn een beetje alle trailers in een notendop tot nu toe. Dus hopelijk heeft de film nog wel meer te bieden, maar ik ga ervan uit van wel met Jordan Peele erachter. En dan is deze week ook een tof filmpje naar buiten gekomen van Scrat, een soort van rat squirrel uit Ice Age. Want Blue Sky Studio is natuurlijk helaas gesloten toen Fox werd overgekocht door Disney, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat heel de Ice Age franchise dood is. Disney heeft er sowieso nog plannen mee. Maar als een soort van afscheid voor Blue Sky Studios hebben ze dus een filmpje uitgebracht waarin Scrat eindelijk zijn noot te pakken krijgt en hem eindelijk kan opeten. En ja, voor mensen die dus al heel hun leven lang hem achter die noot hebben zien aanrennen, is dit toch wel een klein beetje voldoening. En je ziet hem dus ook een beetje verdacht om zich heen kijken van oké, kan ik dit nu echt opeten? Gaat niks me tegenhouden? Gaat er niks mis of zo? Dus ja, het was een leuk kort filmpje en zeker een hele toffe manier om afscheid te nemen van deze studio. Dan hebben we casting gekregen voor de Minecraft film, want het lijkt er dus op dat de hoofdrolspeler van deze film Jason Momoa gaat worden. Ik moet zeggen dat dat zeker niet is wat ik had verwacht voor een Minecraft film, maar ik denk wel dat dit een interessante richting kan bieden. Want ja, Jason Momoa is in ieder geval zeker niet wat ik voor me zag voor Steve, dus ik weet ook niet zeker of ze wel het verhaal van Steve gaan vertellen met deze film, of dat ze gewoon een beetje hun eigen ding doen binnen die wereld. Maar ik ben sowieso dus super benieuwd hoe je de soort van blokkerige 8-bit stijl van Minecraft kan vertalen naar live action en hoe het nog steeds gewoon kan aanvoelen als Minecraft. Dan door naar het serienieuws van deze week. We hebben eindelijk de bevestiging gekregen dat er gewerkt wordt aan het tweede seizoen van Star Wars Visions. Daar ben ik super blij mee, want dat was dus een compilatie van verschillende shorts gemaakt door anime studio's en het was dus een Japanse take op Star Wars eigenlijk. Disney heeft het zelf volgens mij nog niet bevestigd, maar dit is wel gewoon een beetje naar buiten gekomen via officiële bronnen die je gewoon kan vertrouwen. Dus als het goed is gaan we die ergens dit jaar of volgend jaar krijgen nog. Want ja, de animatie voor anime duurt meestal wel even om te maken natuurlijk, maar het is in ieder geval goed om te weten dat er nu aan gewerkt wordt. En over anime gesproken hebben we ook een trailer gehad voor het derde seizoen van Demon Slayer, ook al was het eigenlijk grotendeels gewoon een recap van de seizoenen tot nu toe. Maar de stijl waarin ze dat deden met die filmrol die je dus zag bewegen en dan met de muziek erbij en zo, kregen we zeker wel enthousiast voor het derde seizoen. En ze hinten dus ook een beetje naar de Swordsmith Village als een hele belangrijke locatie. En van wat ik heb gelezen van manga lezers gaat dit dus ook een hele belangrijke arc worden. En Demon Slayer is gewoon een van de grootste hypes van dit moment voor een reden. En het is wat mij betreft gewoon puur qua cool factor een van de coolste series van dit moment. Dan hebben we de bevestiging gekregen dat we op 24 juni een nieuwe serie gaan krijgen op Netflix van Rowan Atkinson, oftewel Mr. Bean. In dit geval heet de serie Man vs. Bee en het gaat dus
dus over een man die in een conflict komt met een bij. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan uitrekken naar een volledige serie. Maar het worden wel korte afleveringen van 10 minuten. Dus dat is in ieder geval wat beter te doen dan als dit afleveringen van een uur zouden zijn natuurlijk. Rowan Atkinson werkte samen met dezelfde productieteam die ook gewerkt hebben aan Johnny English. Dus als je fan bent van die films, dan denk ik dat je zeker kan gaan genieten van deze serie ook. Dan hebben we wat casting gekregen voor het derde seizoen van The Witcher. En er zijn een aantal acteurs die ertussen zaten waarmee ik niet bekend was. Maar er zitten twee tussen die ik wel ken. Als eerste Robbie Amell, die je misschien kan kennen als het broertje van Stephen Amell. En die dus ook een rol gespeeld heeft in de hele Arrowverse. Hij was Firestorm. En Menger Zhang is gecast in deze film. En zij speelde dus het zusje van Shang-Chi in de Shang-Chi film. Dus het zijn zeker wel allebei toffe acteurs. En ik ben dus ook wel heel benieuwd wie ze gaan spelen. Ook al ben ik natuurlijk niet zo bekend met het Witcher-universum door de boeken en zo. Dus wie weet, het kan iedereen zijn wat mij betreft. En dan is er naar buiten gekomen dat er gewerkt wordt aan een prequel-serie voor Ted. Door Seth MacFarlane ook. En ja, Seth MacFarlane heeft wel zijn hele eigen specifieke stijl van humor. Die vooral bekend is door Family Guy natuurlijk. Maar Ted was ook wel gewoon een groot succes. En deze serie gaat zich blijkbaar afspelen in 1993. Dus waarschijnlijk gaan ze wel aardig wat humor kunnen halen uit de hele jaren 90 periode. En ik vraag me dus ook af of Ted dan in die tijd al Mark Wahlberg kende. Want wat ik me kan herinneren van de film waren hun gewoon al heel hun leven lang vrienden. Dus ik ben wel benieuwd wie er dan een jonge Mark Wahlberg kan spelen. En of ze daar een goede acteur voor weten te vinden. En dan het laatste serie nieuwtje van deze week is net naar buiten gekomen dat Steven Yeun, die je misschien kent als Glenn, maar waar ik nu vooral bekend mee ben als Mark uit Invincible natuurlijk. Dat hij eindelijk begonnen is met stemwerk voor Invincible seizoen 2. En meestal is dat in animatie wel een van de latere dingen die gaat gebeuren. Dus hopelijk is dit een goed teken dat Invincible seizoen 2 nu niet al te ver weg meer is. En tegen die tijd ga ik de serie ook zeker wekelijks bespreken. Want ik zal natuurlijk te hopen dat hij in maart van dit jaar zou beginnen. Ongeveer een jaar na seizoen 1. Maar we hebben ondertussen dus al wel wat langer moeten wachten. Dus hopelijk redden ze het misschien nog voor het einde van het jaar. En ik heb na seizoen 1 dus ook alle stripboeken herlezen. Dus ik weet al een beetje wat er aan zit te komen. Jullie gaan sowieso kunnen genieten van seizoen 2 en 3 van Invincible. Dan door naar het videogame nieuws van deze week. Als eerste hebben mensen bij Guerrilla Games aangegeven of een beetje gehint dat ze stiekem werken aan een vervolg op Horizon. En dit is natuurlijk ook geen verrassing, want Horizon Forbidden West is gewoon heel goed ontvangen. En ik kan ook zeker niet wachten om die een keer te spelen tegen de tijd dat ik ooit een PS5 heb. Maar ik heb de eerste Horizon wel gewoon gespeeld op de PS4 toen de tijd. En dat was ook gewoon een hele brute game. En ik sta dus ook zeker open voor een derde deel binnen deze serie. En van wat ik heb gehoord, laat het einde van het tweede deel dus ook zeker nog wel ruimte om dit verhaal nog te verlengen. Of gewoon door te zetten met nog een deel dus. En dan is deze week aangekondigd dat een van mijn favoriete games van vorig jaar, No More Heroes 3, dit jaar ook gewoon naar andere platformen gaat komen. Want het was eerst dus een Switch exclusive. Maar als jij dus een gamer bent die alleen op de PC of alleen op de PlayStation of alleen op Xbox speelt, dan kan je dit jaar dus ook eindelijk aan de slag met No More Heroes 3. En als je dus fan bent van de dingen die we hier op dit kanaal vooral bespreken, dan is er ook een hele goede kans dat je deze game gaat waarderen. Want het is eigenlijk gewoon één grote liefdesbrief aan nerdcultuur. En dan bedoel ik dus niet dit kanaal, maar gewoon letterlijk de cultuur zelf. Dus anime, videogames, pro wrestling, gewoon alles wat maar een beetje nerdy is, krijgt een tribute in die game. Superhelden ook vooral. En je hoeft ook niet per se de oudere delen gespeeld te hebben. Wat mij betreft is No More Heroes 3 ook gewoon een heel tof punt om te beginnen met deze franchise. En dan in het laatste nieuwtje van deze week is gelekt dat er waarschijnlijk gewerkt wordt aan een Battle Royale mode voor Halo Infinite. En we hadden het vorige week dus ook, geloof ik, over dat ze waarschijnlijk een soort geheim gepland hadden voor het tweede seizoen van Halo. En het zou dus heel goed kunnen dat Halo Infinite dus die Battle Royale mode bedoelde. En ja, het wordt dus gewoon 100 Spartans op een super grote map met allemaal voertuigen en wapens. En het wordt blijkbaar een best wel ambitieuze Battle Royale mode. Dus misschien dat ze ook nog wat andere twists eraan gaan toevoegen die we niet kennen in bijvoorbeeld Apex Legends of Fortnite of dat soort games. Maar ik denk sowieso dat de gameplay van Halo zich heel goed leent voor deze type gameplay ook. En voor zo'n Battle Royale mode dus. Dus tegen die tijd ga ik het zeker een kans geven. Maar ja, dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Nerdcultuur Nieuws. Wat vonden jullie van de Thor trailer? Hebben jullie zin in een Battle Royale mode voor Halo Infinite? Bedankt voor het kijken in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.